Op de Jacobus-Dekkerstraat in Eindhoven heeft dinsdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Vermoedelijk gaat het om een huiselijke ruzie. Twee huisgenoten zouden ruzie hebben gekregen, waarbij de een de ander in zijn been stak. De politie onderzoekt nog wat er nu precies gebeurd is. De gewonde man is in ieder geval met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden en wordt verhoord.